Hallo allemaal, we zitten weer klaar voor een lesje WO. We zitten ondertussen aan les 5 van thema 6, eten en gegeten worden. Het gaat dus over het eten van de diertjes. We gaan beginnen met deel 1, een bek voor elke maaltijd. Ik lees eventjes met jullie mee. Dieren passen zich aan hun omgeving aan. De distelvink heeft een speciale bek om zaden uit de distel te kunnen nemen. Ja? Dus zijn bekje is aangepast om het voedsel uit de plant te halen. Ook andere dieren zijn aangepast aan hun voedsel. Aan de bek van de vogel kun je zien wat de vogel eet. Ja, ik denk niet dat jullie dat al wisten. Jullie hebben weer iets nieuws bijgeleerd. Zo heeft het roodborstje een bek waarmee hij allerlei dingen kan. Hij kan er wormen mee uit de grond pikken. Ja, en in vruchten en insecten van de bladeren plukken. Een vink heeft dan weer een snavel waarmee je gemakkelijk zaden kunt openbreken. Watervogels hebben vaak een lange snavel, zo kunnen ze beter aan het voedsel dieper in het water. Je ziet hier foto's van allerlei dieren. Ja, je ziet de vink heeft een hele kleine spitse snavel. Ja, de eend dan weer een lange snavel. De aalscholver heeft dan weer een snavel met zo'n krom dingetje aan. Ja, de specht heeft ook een heel spitse snavel. We gaan eens kijken in het werkboek, ja, wat die nu juist allemaal kunnen met hun snavel. Ja, want die snavel lijkt eigenlijk op gereedschap van de mensen. Klinkt een beetje raar natuurlijk, hè? Goed, de boomkruiper, die heb je al gezien in je bronnenboek, dat is deze hier, ja, heeft een pincetsnavel. Ja, hij gebruikt dat om fijne insecten te vangen. De mens die gebruikt ook een pincet. Maar waarom gebruikt de mens dat? Ja? Je kan dat eventueel eens vragen aan mama of papa, die gaan dat zeker weten. Of je gaat het op het internet zoeken. Waarvoor dient een pincet? Misschien weet je het zelf wel. Ja? De volgende. De eend heeft een zeefsnavel. Hij gebruikt dat om voedsel uit het water te zeven. De mens die gebruikt ook een zeef. Waarom gebruiken wij dat? Dat ga je zeker weten en mama en papa ook. Als je het dan nog niet weet, kan je het ook gaan zoeken op het internet. De specht die heeft een bijtelsnavel. Hij maakt er gaten mee in de bomen. De mens die gebruikt ook een bijtel. Waarom gebruiken wij dat? Opnieuw, kan je eens gaan horen bij mama of papa. Of je gaat het opzoeken. En als laatste, de regenwulp heeft een priemsnavel. Hij prikt daarmee in de bomen van de grond. De mens gebruikt ook een priem. Waarvoor gebruiken wij een priem? Goed, net hetzelfde eens vragen bij mama of papa of gaan opzoeken op het internet. Goed, dat zijn de gereedschappen. Ja, je ziet hier al onze vogels van in het bronnenboek staan. Ja, en het is de bedoeling dat u de vogel linkt aan het juiste gereedschap. Ja, we hebben hier de zeefsnavel, een spiessnavel, dus heel lang smal, een pincetsnavel, een haaksnavel, dat is eigenlijk de gemakkelijkste, dan heeft hij zo'n haakje aan zijn bek. Een kegelsnavel, een priemsnavel en een bijtelsnavel. Goed? Dus je verbindt het gereedschap met de juiste vogel en daarna schrijf je naast de vogel wat die allemaal eet. Goed? Kan je makkelijk gaan opzoeken op het internet als je het niet vindt. Veel succes! We gaan naar deel 2 van deze les. In deel 2 gaan we het hebben over hoe een voedselketen nu in elkaar zit. En een voedselketen, dat wil dus eigenlijk zeggen, het begint met iets. Het is eigenlijk meestal een plant, dus iets van plant of groente of zo. Dat wordt gegeten door een beestje. Maar dat beestje, dat wordt weer gegeten door een iets groter ander beestje. En dat beestje wordt dan weer gegeten door een ander dier. En zo zit de voedselketen in elkaar. En we gaan eens kijken in jullie boek, in jullie bronnenboek, op pagina 94, staat er een stukje tekst en ook drie voorbeelden. We gaan dat eens samen bekijken. Dus we hebben altijd een plant, daarmee begint je voedselketen. Die wordt gegeten door een planteneter. En die planteneter wordt dan weer opgegeten door een vleeseter. Eten en gegeten worden is belangrijk in de natuur. Overal waar planten en dieren zijn, wordt er gegeten. Een plant maakt zelf zijn eigen voedingsstoffen. En een tweede stap in de voedselketen is een planteneter. Alle volgende schakels zijn dan vleeseters. Een voedselketen begint dus altijd bij een plant. Weet jij wat de plaats van de mens is in de voedselketen? Ik ga je daar eens even over laten nadenken. Want wat denk jij waar wij staan in die voedselketen?
Ja, wij staan helemaal bovenaan, want wij zijn degene die ook vlees en planten eten. Dus wij eten eigenlijk alles. Goed, we gaan eens kijken naar dat eerste voorbeeld. Je ziet hier onderaan een speerdistel. Ik ben wel een beetje in de war, want normaal is die paars en hier is die roos. Maar goed, dus hier hebben we een speerdistel. Ja. Die wordt gegeten door een rups, de rups van de distelvlinder namelijk. Ja. Maar die rups die is heel klein en die vinden vogeltjes ook heel lekker. Dus die wordt ook weer opgegeten, maar dan door een koolmees. Een koolmees is deze kleine mooie vogel die je daar ziet staan. Ja. Maar dat is ook een kleine vogel. En die moet dan weer oppassen voor de grote sperwer. Want een sperwer is een roofvogel. Een roofvogel die dus eigenlijk vlees eet en andere diertjes eet. En die lust wel eens graag een koolmees. Dus die eet dan weer die koolmees op. Dat is de voedselketen. Goed. We gaan eens kijken in ons werkboek. Werkkatern, sorry, op pagina 12 zitten we. Want daar gaan jullie nu de voedselketens zelf logisch nadenkend moeten invullen. Ja, je krijgt hier bijvoorbeeld de eerste. Daar krijg je de keuze uit een bladluis, een madeliefje en een lieve heersbeestje. En nu moet je eens goed gaan nadenken. We hadden gezegd, de voedselketen start altijd met een plant. Dus dat is al niet moeilijk. Wij weten al wat er in het groene vakje moet staan. Dat is het bloempje, het madeliefje. Maar wie eet nu graag madeliefjes? Ja, dan gaan we moeten denken, hè. Ah, is het een bladluis of een lieve heersbeestje? Ik denk dat jullie het al wel weten, hè. Een bladluis eet graag blaadjes, dus ook bloempjes. En die is ook superklein. Dus een bladluis is de volgende in de voedselketen. En wie eet dan die bladluis nog op? Ah ja, een iets groter diertje. In dit geval het lieve heersbeestje. Voilà. Zo mag je die voedselketens zelf proberen in te vullen. Ja, onthoud gewoon dat je altijd begint met een plant. En daarna is het gewoon logisch nadenken. Wie lust er wel eens graag wat? Als je twijfelt, dat is niet erg. Er is een Zoom-momentje in de week, twee zelfs. Dus dan kan je altijd even langskomen om je vraag te stellen en dan wacht je maar met het in te vullen. Maar probeer maar, het is eigenlijk niet zo moeilijk. Goed. Hier onderaan vergeet je dat zinnetje ook niet in te vullen. De voedselketen start altijd met, staat in je bronnenboek, en ik heb het al drie keer gezegd, denk ik, dus dat moet wel lukken nu. En dan hebben we nog oefening 4. Woorden verklaren. En daarvoor mag je alweer het internet of een woordenboek gebruiken. Je moet de verklaring geven en een voorbeeld van 1. Een planteneter. In het Latijn noemen ze dat ook een herbivoor. Voor wie het wil onthouden, dat is niet nodig. Je gaat dus opzoeken wat het betekent, je schrijft dat hier op en dan geef je een voorbeeld van een planteneter. Niet zo moeilijk, hè? Je kan er zelfs al eentje vinden in je voedselketens. Dan zoeken we een vleeseter. En daar is ook een Latijns woordje voor, namelijk een carnivoor. Ja? Zoek de verklaring alweer en geef een voorbeeld. En dat laatste, dat is een alleseter. En je moet dus heel goed nadenken welke dier of zo dat eigenlijk alles lust. En een alleseter heeft ook een Latijns woordje, namelijk een omnivoor. Dat is enkel voor wie dat wil onthouden natuurlijk. Hè? Dus gebruik het internet of een woordenboek, zoek de verklaring en geef een voorbeeld. En dat is alles voor de les van vandaag. Voilà. Veel succes. Dag.